Anno 2019 bestaat er nog steeds kans op overstromingsgevaar in de regio, net als dat 25 jaar geleden, in 1995, het geval was. Hoogwater, maar dan minder extreem, komt vaker voor, zoals bijvoorbeeld in 2018. Waterschap Rivierenland zorgt onder andere voor sterke dijken en oefent dan ook periodiek met de dijkbewakers. In twee shifts vond zo'n oefening plaats op 14 december. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, die begint al vroeg. We hadden vanochtend een ochtendshift en vanmiddag een middagshift. Dat betekent dat tientallen mensen, vrijwilligers en collega's van het waterschap, alle dijken rondom, in dit geval Altena, inspecteren. Nou, ze gaan in drietallen, groepjes van drie, te voet de hele dijk over. Dus alle trajecten worden gecontroleerd. Dan controleren ze vooral de binnenkant van de dijk. Dus niet de kant waar het water staat, waar de rivier is, maar juist de droge kant van de dijk, die inspecteren ze, dat die niet scheurt of lekt of vervormt. Dat soort schades, ja, die wil je niet. En als ze er zijn, wil je ze op tijd in het snotje hebben. We doen dit altijd aan het begin van het hoogwaterseizoen. Dat is de winter. Januari, februari heb je het meeste hoogwater. Standaard zijn we in december dus bezig met deze oefening. Want dan ben je er gewoon klaar voor. Dan heb je het net weer gedaan. Mocht het zover komen. De schades en de beelden die nu moeten worden gevonden. Het is een soort spoorzoeken. Die zijn al uitgezet. Dat is met bordjes, met foto's erop. Van nou, hier zit een scheur en dat moet je dan melden. Nou, zo is die opgebouwd. Het inspecteren blijft mensenwerk. Dit is echt het handwerk. Puur op het oog en op het gevoel, letterlijk ook op het gevoel. Daarom lopen we ook over de dijk. Juist het voelen van de dijk onder je voeten, dat helpt echt. Hè. In een echte situatie is zo'n dijk verzadigd, vol met water. Dat moet je ook voelen. En daarom gebeurt het ook altijd nog te voet. Het is heel belangrijk dat we juist ook dat stukje oefenen. Zien is één, melden is net zo belangrijk. Daar hebben we twee manieren voor. Eén is met een app, dus op je mobiele telefoon met een exacte locatie en allerlei specificaties kun je dan aangeven in de app. En dan op het hoofdkantoor kun je dan precies uitlezen van wat er aan de hand is. Maar ja, dat kan uitvallen en dan hebben we altijd nog de backup met de mobiele telefoon. En ook die oefenen we vandaag. En als er schade aan de dijk wordt geconstateerd, wat gebeurt er dan? Nou, in het echt gaan we dan aan de slag. Dan wordt er inderdaad door allerlei kenners van dijken en dijkenbouw, die gaan dan meekijken van hoe moeten we dit varkentje wassen? Moeten we zandzakken? Moeten we dingen een steunberm aan gaan brengen? Moeten we dingen gaan versterken? Dat zou in het echt gebeuren. Dat is niet wat we nu oefenen. We oefenen nu vooral buiten. Het hele rivierengebied kent ruim 300 vrijwillige dijkwachten. In Altena zijn dat er ongeveer 50. Nou, zij worden ingezet als het spannend hoog water wordt. En bij Lobith, aan de Duitse grens, heb je het dan over een meter of 15, 16. Ja, dan gaat het bij ons echt wel kriebelen. En dan worden ze actief.